Maar terugkerend naar eh, die kwalificaties over die, eh, over die mensen die op de BBB hadden gestemd. Ja, dat, dat is, nogmaals, daar is helemaal met een laag opgeleid. Dat betek, is niet een soort geheim woord voor de storm. Om voor de duivel te dansen allemaal. Eh, zeg maar rustig, dames en heren, na Amersfoort houdt het gewoon op. Dan beginnen de kaninevaten, en dan is het wel klaar. Nee, nee, natuurlijk. Wat ook de krant begreep: ik had woedende brieven ontvangen. van ja, dat is schandelijk. Maar het, 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 uit statistiek, uit, uit onderzoek blijkt dat het oudere mensen zijn die laag op zijn geleid. Ja, Klimaat, dat is overal zo. Ja, Er was ook één elementje dan dat je zegt: ja, je laag opgeleid, dat moet je niet meer gebruiken. Praktisch opgeleid is dat. Ja, goed, dat is de bekende symboolpraat. He, dat al die woorden die we dus niet meer mogen gebruiken. En dan onttreit tenslotte weer sletage op. Want als je dan zegt, praktisch opgeleid. Oh. Zeker te stom, kon alleen maar hameren en spijkeren en zo dat werk. Nee, dat is een beetje, ja... Dat, dat is ook een vorm van taalverloedering naar mijn idee. Ze zijn gewoon laag opgeleid, ja. Betekent dat dat ze stom zijn? Nee, dat betekent het helemaal niet. Heb ik ook totaal niet gezegd. Nee, dat was wat mensen Luistert zeggen. u nu eens gewoon normaal goed luisteren? Ik geef het toe, het is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Het geldt ook voor lezen... Lees nauwkeurig wat er staat. Hmm. En, en do, hou op met hinein interpreteren, nietwaar? Vanuit uw vaak nogal boze, verontwaardigde wereldbeeld. Maar er kwam natuurlijk nog bij dat dit werd uitgesproken door iemand met een politieke kleur. Moet ik het openmaken, blikje? Ja, als je wil. Je hebt natuurlijk een, een PvdA D66 kleur. En dat haalden mensen er ook bij. Jo, ook dat is wat. He. Het is zo'n vuile D66-stemmen. Ik heb honderd keer uitgelegd, hier zittende dat ik uit strategische overwegingen... de vorige keer bij de Tweede Kamerverkiezingen D66 heb gestemd. Ik heb al meerdere malen uitgelegd... dat ik tegenwoordig een zwevende kiezer ben... en het enigszins afhankelijk laat zijn van de omstandigheden. Hou dan op met dit soort van kletspraat. Hè? Zeker een kaagvriend, hè? Zeker een kaagvriend. De schoft. Hij weet het wel. Hij heeft zijn eigen zuster vermoord met die vaccinaties. Ja, dat las ik ook. Dat je echt denkt. Ik bedoel. Hoe, hoe ver kan de, ma de waanzin klotsen op Twitter. Ik hoop echt dat Elon Musk Twitter naar de bliksem helpt. We ja, hadden natuurlijk ook kunnen zeggen. Hey, Caroline gefeliciteerd. Goede uitslag. Knap gedaan. Dat is ook democratie. Daar hebben we ook, hebben het ook over gehad. Jij vroeg nog wat heeft ze goed gedaan. Heb ik heb haar fijn uitgelegd wat ze goed gedaan had. Maar dat horen mensen niet. Ja, want ze hebben een soort systeem waarbij, zodra er iets is wat, wat, waar ze het eventueel mee eens kunnen zijn, hebben ze stopverf in hun oren. En zodra het iets is waarbij, waarbij ze het zeker dat niet mee eens zijn, springt de stopverf uit de oren en hebben ze het allemaal verkeerd, hebben ze geluisterd, maar het, altijd de slechtst denkbare interpretatie eraan gehecht. Hmm. Ben ik gelukkig met de winst van de BBB-beweging? Nee. Ik wil nog eerst namelijk wel eens zien wat het oplevert. En, en onze ervaring sinds 2002 is niet buitengewoon gunstig met populistische erupties. Laten we wel wezen. Dit is overigens een hele interessante populistische eruptie, die aan een heel concreet punt gekoppeld is. Dat is ook wat we als waarderende woorden hebben gesproken over Caroline van der Plas. Nietwaar, ik mocht ook niet meer zeggen de BBB-mevrouw. Schande, schande, hooghartige klootzak. Hè? Dat je ook zegt, hoezo? Dat is niet zo hard als mij bedoeld. Iemand zei, je zegt ook niet de VVD meneer. Nou, dat wil ik best zeggen. Zullen we dat voortaan doen, de VVD meneer? <laughs> ik ben heel wat kritischer geweest op Rutte dan op Caroline van der Plas, laten we wel wezen. Waar had ik het over? Eh. De interessante eruptie, populistische ja, eruptie. Het is gekopt, dat is wat haar, haar talent is geweest, als je dat dan zo noemen wil of het haar geluk is geweest, want omstandigheden moeten natuurlijk meezitten... dat het bij haar gekoppeld is aan een hele concrete zaak, namelijk de stikstofzaak. Dat is haar sterkste punt. Dan hebben we iets concreets. En het is haar zwakste punt, want uiteindelijk zal het stikstofprobleem moeten worden opgelost. Op een of andere manier. Er was ook een meneer die een brief die je mij toestuurde... die, die van Ossum, die weet van niks, die moet eens kijken naar die, naar die meneer de Vries in Wageningen. Dat heb ik gedaan. Wie is meneer de Vries en wagen? Ja, dat is een hoogleraar in de stikstofproblematiek, als ik het allemaal goed begrepen heb. Dus ik heb daarnaar gekeken. Waarom die briefschrijver mij daarop attendeert, dat begrijp ik niet goed. Want meneer de Vries is nogal alarmistisch in allerlei opzichten. Dus dat die, die, ook die kritische depositieregels, die mogen absoluut niet van tafel af. In Brabant zijn dramatische gebieden waar onmiddellijk iets aan gedaan moet worden. Dat je denkt... Zou die briefschrijver eigenlijk goed gelezen hebben wat zijn held meneer De Vries gezegd heeft? Meneer De Vries heeft wel gezegd dat het de deadline er niet veel toe doet. 2030, 2035, 2033, dat maakt. Over de deadline heb ik niets gezegd. Ik heb alleen maar... Denk ik dat het veel uitmaakt of het het ene jaar of het andere jaar is? Nee, dat denk ik niet. Wat hebben we gezegd over de waarschijnlijke gevolgen van deze electorale eruptie? Namelijk dat de schroefjes aan het stikstofprobleem ongetwijfeld zodanig gedraaid worden... dat er op een reeks van terreinen concessies kunnen worden gedaan aan dit nieuwe electorale verschijnsel. Dat betekent helemaal niet dat we nu zeggen, ah die stikstof. Dat is eigenlijk een schromelijk overdreven onzin allemaal. Dat zegt nee. de BBB ook niet hè? Nee, 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 nou goed zo. Dat is ook, hier geldt ook nu, als de BBB-beweging, niet waar, een, een factor van belang wil blijven in de Nederlandse politiek en niet op dezelfde wijze wil verrafelen, aftakelen en, en laten we zeggen het struikgewas wil verdwijnen zoals uh, de vorige electorale erupties, want laten we wel wezen, uh, ja Geert is een blijvertje gebleken, maar wat hebben we aan Geert? Niks. Hij moet toch zelf ook s'nachts wanhopig wakker worden en denken: Hoe lang moet ik dit nog doen, dit klote werk? Ja, mijn invloed is nul. Ja, hij heeft een electoraat waar hij redelijk op kan rekenen, hoewel hij ook fors verloren had aan de BBB-beweging. Maar eh, als zij een blijvertje willen zijn, dan is dat als je het politieke systeem in wil groeien, zul je bereid moeten zijn om compromissen te sluiten. De hele Nederlandse politiek is in essentie een systeem waarbij mensen die het niet met elkaar eens zijn, compromissen sluiten om tenslotte toch tot enig serieus en nuttig beleid te kunnen komen. Dat dat beleid in de werkelijkheid de afgelopen twintig jaar vaak niet erg nuttig is geweest, daarover hebben we het uitgebreid gehad.